Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, een beetje Knolpower in de vlog meteen. Dit is mijn homie Thijs, dit is mijn homie Noël. Ben je een beetje fris en fruitig? Klein beetje, klein beetje. Klein beetje, Noël is gisteren weer op stap geweest op Curaçao. Een sok? Hé, hey, sok de poes hier? Oh, dat is jouw sok. Ja, we hangen af en toe wat dingen op en we leggen soms stenen ergens op, maar soms lukt dat ook niet. En dan valt er wel eens wassen naar beneden. Maar goed, in ieder geval, een nieuwe dag op Curaçao. We gaan vandaag iets super vets doen. We gaan namelijk duiken. En dat duiken, dat is iets wat ik best wel spannend vind. We hebben het 1 keer eerder gedaan, ook met dit groepje. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat was op Kreta. Dat was in Griekenland. En dat was echt fantastisch. Alleen, het was 9 meter diep. En volgens mij, als ik zo brutaal mag wezen, is duiken op Curaçao mooier dan in Kreta. Weet ik niet zeker, maar ik heb verhalen gehoord hier over zulke grote schildpadden, jongen. Dat is niet normaal. Dus hopelijk gaan we wat zeeschildpadden spotten. En sowieso gaan we een superleuke dag hebben vandaag. We gaan sowieso ook even naar de kapper Quincy weer, dus dat wordt ook echt geniaal. Dus we zijn er klaar voor. Het is een warme dag, maar tot nu toe nog niet veel zon. Hopelijk komt dat nog. Je hebt echt heel veel bewolking zoals je kan zien. Want ik heb begrepen dat als je gaat duiken, dat je het beste zoveel mogelijk zon kan hebben. Omdat... Nee. Want ik heb begrepen dat je dan zoveel mogelijk in het water ook kan zien. Als het helder is buiten, is het helder in de zee. Dus laten we hopen dat het zonnetje nog gaat komen. En dat we dan op die... Schatje, wojo! Kijk. Holy moly! Wojo! Dus laten we hopen dat het zonnetje nog even gaat komen. En dat we dan even lekker kunnen genieten met z'n allen. Wondering what's below? Try scuba diving. Nou, gaan we eens proberen dan. We hebben alles in het lokketje gedaan. Lokketje? Dit is een mooi verkleinwoord, hè? Ja. Ik vind het fijn verkleinwoorden. Wat heb jij aan? Spidootje. En wat zit erin? Ga! Dat is eigenlijk wel een heel normaal woord, hè? Ja, daarom, dat is niks vreemd. Nee, nee, maar dat is geen verkleinwoord bij mij. Hey. I like it. Castle. Oké, hij kan dicht, denk ik. Ja, met de camera erin. Cameraatje. Ach ja, inderdaad. Oh, begeleid jij hem? Oké, we hebben de spullen dus in het lokkertje gedaan, hier zo. En we gaan eens eventjes richting de gear lopen. En ik ben heel erg benieuwd dus wat we tegen gaan komen onder water. Ik hoop geen haai, want ik ben bang voor haaien. Maar verder, ook al heb ik wel eens nagedacht, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gedaan, maar ik heb wel eens nagedacht om ooit een keertje in zo'n kooi te gaan. En dan zie je zo haaien om je heen zwemmen, maar ik heb er wel eens nachtmerries over gehad. Dus op zich, misschien ook verstandiger om het niet te doen, ik weet het niet. In ieder geval, ik heb de eerste schildpad gespot. Ja, toch? Kan ik gewoon alles filmen? Is dat oké voor jou? Oké, we zijn hier met Nick. Nick is de instructeur hier op Curaçao. Hoe lang ben je al instructeur? 2 jaar. Oeh, dat is vrij vers. Oh. Nee, grapje. Ja, 2000 duiken gemaakt. Meer dan 2000 duiken gemaakt. Oké, klaar. Genoeg. Nou, dit wordt onze tweede. Ja. En Thijs zit erbij alsof hij al 100 keer heeft gedoken en alsof je helemaal geen instructies nodig heeft. Dat doet mij helemaal niks. Thijs leidt de duik vandaag. Ja, ik ga jullie leiden, jongens. We gaan zo lekker in het zwembad opwarmen. Springen erachter bij de rotsen erin. Ik ga even ademen als we het niet meer doen. Bij de rotsen springen we erin? Ja. Goeie plek. Ja, dus, klinkt risky. Dus ga maar lekker omkleden, jongens. Zie ik jullie zo. Oké, goed. Ik denk even wat serieuze instructies van Nick. Als allereerste belangrijk voor jullie om te weten is dat we vandaag een proefduik doen en geen echt officiële cursus. Dus hierna zijn jullie gecertificeerd om zelfstandig te duiken. Goed. We zijn ook onder water dadelijk op bezoek, dus ga niks lopen slopen, ga niks geen vissen lopen irriteren. Je hoeft maar de verkeerde vis te pakken en hij kan giftig zijn, je kan de verkeerde kralen raken. Blijf gewoon lekker overal aan. Je hebt giftige vis hier? Ja. Ja. Oké. Kan niks doen. Goed. Ja, dus gewoon overal lekker vanaf blijven, dan komt alles goed. En ook het koraal kan giftig zijn? Ja, je hebt firecoral, dat lijkt een beetje op tandekels van onder water. Oké. We hebben mensen die er aangeraakt. Wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat het helemaal branden, helemaal rood. Ja, net als in het bos brandnetels van. Ah, oké. En dat heb je wel eens gehad? Ja, natuurlijk. Maar na een paar uur dus weer. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt onder water? Walvis haai in Thailand. Wow! En hier op Curaçao? Nog nooit een haai? Nee, wel. Geen haaitjes. Ah, dat zijn van die kleine schattige. Ja, die zijn schatten, die zijn fijn. Dat praat ik mezelf aan. Ja, die zijn zo, die willen alleen hi zeggen. Hi. Leuk. Dankjewel, dankjewel. Ik ben scherp deze ochtend. Duikregel nummer 1 is dat wij nooit onze adem inhouden onder water. Doe het boven water ook niet, doe het beneden ook. En hoe diep gaan wij vandaag? Maximaal 12 meter. Wow, dat vind ik best wel wat metertjes. Ja, toch? Ja. 7 meter is ons record, dus. Komt goed. En wat is jouw record? 58. Te maken met een serieuze duik. Zeker weten. Je moet je woorden terugnemen. Zo, ongelooflijk. Oké. Okay. Yes, dus gewoon je adem in, gewoon blijven ademen en dan kan niks gebeuren. Yes. Duikregel 2 is dat we altijd moeten klaren als wij naar beneden gaan. Door de druk zal ons trommelvlies dan steeds verder naar binnen gezogen worden. En wat we met klaren doen, is dus je neus knijpen, uitblazen en je trekt je trommel dus weer recht. Dan ga je weer naar beneden, trekt weer naar binnen, blaas jij weer recht. Ja. Moeten we elke halve meter tot meter moeten we wel klaar. Dus wat ik zelf altijd doe is gewoon inademen, klaren, uitademen. En hoe gaan we het water in? Via het strand lopen? Of? Ja, daar gewoon lopen het water in. Oh, dat is wel fijn. En dan beneden. Ja, want jij was een beetje bang dat we met een boot en dan meteen zeg maar in de diepte, toch? Nou, niet zozeer bang, maar als ik die zee zie en ik zie al die golven en zo, dan heb ik zoiets van wow, als je dan met zo'n fles zo achterover laat vallen, dat is best wel, voor de tweede duik is dat best wel heftig in één keer. Vind je niet? Ja. Dus ik dacht, ja, als we gewoon kunnen lopen zo in de water, is wel fijn. De derde duikregel is dat wij nooit sneller dan 18 meter per minuut omhoog gaan. Door de stikstof in de tank en de druk krijgen wij stikstofbelletjes in ons lichaam, in ons bloedbaan. Gaan wij te snel omhoog, kunnen die stikstofbelletjes uit ons bloed ontsnappen en gaan dan recht gaan zitten. Dan krijgen we de decompressieziektes, weet het. Dat willen we niet hebben. Gaan we schildpadden zien? Dat weet je nooit. Het is natuur. Het is natuur. Ja. Het is natuur. Ja. Oké, ja, nee, ik dacht misschien heb je ondertussen wel connecties. Ja, ik zal het even bellen. Ja, nee, ja, ik heb wel... Soms wel, soms niet. Dus, ik heb wel eens gehoord dat duikers zo vaak op dezelfde plek gaan dat ze een band kunnen scheppen met bijvoorbeeld zo'n aal of zo. Dat zit ook vaak, ja. Ja. Weet het. Dus dat kan wel dat ze dan zo'n duikerplek en dan die duiker kent op een gegeven moment een beetje die vissen en zo. Ik maak geen grap. Dat is echt zo. We hebben het zelf gezien met die aal. Ja, daarom. Heel vaak dezelfde vissen. Ja, dus dat bedoel ik. Heb je hier ook van die Finding Nemo's en Dory's? Ja. Ja? Oh joh. Nice. Oké, dus 1 keer oké. Ja, gaat niet zo goed. Niet zo goed met je oren bijvoorbeeld. Je wil naar beneden en je wil naar boven. Top. En vrede? Juist, tuurlijk Noël, tuurlijk. Nee, ik ga jouw pies niet promoten. Nee. En dit zwembad hiernaast is speciaal voor duiken? Nee, we gaan naar dat zwembad. Oh. Prank. Dat zwembad daar. Oké. Okay. Nou, top. Klinkt goed. Let's go. Let's go to the gear. Zin in. Yes. Heb je wel even goede schoentjes aan? Heb je even schoentjes aan? Oh, je moet schoenen. Oh, die crocs mogen niet. Oké. Okay. Nee, je bent Pikachu kwijt. Nee. Oh, wat naar. Oh, wat erg. Is serieus, dit is geen grap. Ik ben gewoon Pikachu kwijt. Jij ik... niet? Nee, dat vind ik echt vervelend. Dat en nu? Oh, we hebben er echt vaak, hè? Ja, we hebben er echt vaak. Hé, hey, maar volgende keer wel die piece promoten, hoor. Kom op, hoor. Ja, weet je wat het is? Thanks, hoor. Appreciate it. Oh, als je dat ook had gedaan? Oké, ik doe even mijn schoentjes aan. Let's go. Dit is wel echt zo'n jongetje weer, hoor. Kijk de jongetjes staan, zo fijn. Mama ritje dicht. Dan kan je zelf, kijk maar, pak het touwtje maar hier zo aan het einde. En dan draaien, juist. Oh, dat is fijn, helemaal zelf gedaan, jongetje. Hou maar vast, maatje. Hier zo. En trek maar omhoog. Juist, lekker maatje, lekker. Lekker. Zo, heb ik die nou expres gekregen? Ja, net zo. Dat is wel jammer dat ik niet zo kan duiken. Dit zijn de achterkant. Ja. Maar je had niet moeten zeggen. Ik doe dat altijd verkeerd. Hier ben ik. Kijk, ja, die bent er. Hoppa. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik heb er ook echt zin in. Ja, ik ben echt hyped. Even onder water, even weg van de weer. Hoeveel, want nu is hij 0, dus bij 50 is hij echt bijna leeg. Dan heb je hem op achterweg, denk ik ook. Ja, en dan moet je naar boven eigenlijk. Dus we zorgen altijd in principe dan met 15 bar voor. Oké, we gaan duiken, beginnen met 200 bar. Ongeveer. Ja. Oké. Check? Ja, check. Check, even zeggen jongens. Check. Check. Dan hebben we 2 ademautomaten en de gele is de octopus. Wow, heb je ooit iemand zien kotsen onder water? Ja. Oh, hey, joh. Al mensen die mijn kater aankomen. Ah, oké, goed. Noël was gisteren. Hij was gisteren uit geweest. Gisteren met hem af geweest. Ja. Het is 3 uur thuis. Ja, duurstof hoef ik niet meer. Daarom vroeg ik vanochtend ook aan Noël: ben je een beetje wakker? Goed. Vissenboeren. Vissen, ja, dan krijgen wij meer vissen te zien. Ik weet het wel. De oefeningen die we straks gaan doen: we gaan dus daar eerst een stukje snorkelen. Dan gaan we beneden zitten. Als we met 2 handen dus vragen, zijn jullie klaar om de oefeningen te beginnen. Zal ik eerst alle oefeningen voordoen, blijven jullie kijken en daarna gaan jullie 1 voor 1 de oefeningen doen. Dus niet dat we met z'n allen tegelijk de dingen uit doen trekken, maar 1 voor 1. Oké. Wow, dus nu moeten Noël en Thijs, die moeten een quiz doen. Die moeten ze allemaal goed hebben. Anders hebben jullie niet opgelet. Oh, weer terug naar school jongens, zo fijn. Hoeveel vragen zijn er? 10. Hoe doe je je klaren? Zo je neus niet uit. Om mijn oren te klaren, zie ik mijn neus in grijpen. Kijk, zie ik goed lezen. Dat zei ik dus. Dat is de enige. De rest heb ik goed. Dus 9 van de 10 goed. Ik twijfel even met 8 van de 9. Ik snap het. Oh, 8 van de 9. Ja, mag je je naam even de handtekening zetten? Oh, je hebt 9 vragen. Oh ja, 9. Ja, ik zal twijfelen, dit voelt niet als uitademen dit. Dus gewoon druk zetten, toch? Maar ja, je geeft eigenlijk wel adem door je neus ook. Dus eigenlijk gewoon 9 van de 9. Wow, je hebt trouwens veel sproeten gekregen hè, door die zon. Fijn hè? Dat vind ik echt mooi bij jou. Dank je. Wow, je hebt veel sproeten gekregen door die zon. Dat vind ik echt mooi bij jou. Thanks. Oké, Noël. Gaat het nog lukken vandaag? 2003, submit. Nee, voordat je op submit klikt moet je dus even laten zien aan Nick. Dat zei hij ook. En nu kan hij niet meer terugkijken. Gast. Jongetje. Ja, maar dit is jongetje. Ja, dit is wel typisch Noël. Voordat je op submit klikt, laat even zien aan mij. Hij klikt submit. A few moments later. Precies dezelfde fout. Hey, man. Ja, dus klare neus en grijpen uit blijven liggen. En dus omdat je dus je neus dicht hebt, op je oren. Ja. Oké, dan gaan we met de quiz. Dankjewel. Zet hem op, Myron. Wow, ik heb dezelfde fout. Hey, dat is fijn dat we allemaal dezelfde fout hebben. Ja, maar ik snap inderdaad niet wat je daar moet invullen. Want ik snap wat je moet doen, maar ik snap niet de vraag. Want wat had jij daar nu ingevuld? Fout. Oh, ik heb wel goed. Ja, dat heb jij hem nu ook. Ja, ik wel goed. In ieder geval 1 van de 4 even. Ja, je ademt dus uit door je neus. Ja. Maar omdat jij je neus blokkeert, kom je ook. Ja. Naast wel uit door je neus. Maar adem je dan uit? Je ademt uit, ja. Maar als je dit doet, wat kan je toch niet uitademen? Nee, want je moet door je neus uitademen. Ja, maar als je je neus dicht houdt, dan adem je toch niet uit. Ja, maar je doet wel uitademen. Maar wat is de bedoeling van de vraag? Hoe klaar je? Uitademen door je neus. En je neus dicht. Uit je neus kijk je dicht in plaats van uit je neus. Ja, zo ja. Je neus blokkeert. Oh ja, maar dat weet ik wel, maar dan snap ik dus de vraag niet. Nee, dat bedoel ik. Ah, dus we snappen de vraag gewoon niet. Maar we hebben eigenlijk wel alles goed. Myron heeft het zelfs zo warm nu al met dat pak dat ze eventjes gaat douchen. Op basis van hoe zwaar we wegen, ga je lood eraan doen. Ja. Oké. Sowieso als we straks dat vest aandoen en we gaan staan, dan hebben we wel zoiets van zo, dat is wel even zwaar. Ik denk zelf is ongeveer 7, 8 kilo. Ja. Oké. Zou ik dat voor je doen? Ja. Ja. Je moet helemaal vol. Ja, totdat je daar iets hoort. Ja. Hoorde je dat? Ja. Zo. Oeh. Lekker hoor. Oh, maar nu kunnen we gewoon blijven drijven zo. Oh, dat is fijn. Heel goed. Oh, lekker. Nee, nu ben ik hè. Kijk dit dan even. Ik vind het nu al mooi. We zijn alleen nog maar in het zwembad. Heb je links en rechts? Nee. Boven en onder. Waarom maakt de mijne zo'n geluid? Wat is er dan? Het heeft een firecoil eigenlijk. Nee! Nee maar! Echt? Oh, dat brandt helemaal. Ah, brandflits. Gaat dus wat? Oké, dames en heren, we zijn terug van het snorkelen. We zijn niet zo heel erg diep geweest, maar ik moet zeggen, ik had zelf heel erg veel last van blurry vision. Dus dat het zeg maar wazig was. En dan heb je dat trucje met die bril, maar ik kreeg het niet goed onder de knie. Dus dat was heel lastig, dus toen ben ik gewoon verder gaan duiken. Maar voor de rest, duiken is sowieso super magisch. Het is wel heel spannend altijd, een beetje eng, maar het is super magisch. Ik had denk ik wel voor mezelf de lat mega hoog gelegd. Ik denk wij allemaal. We dachten Curaçao, we gaan echt de gekste dingen zien en grote vissen en zo. Maar misschien moet je daarvoor veel dieper gaan duiken, dat weet ik niet. Maar de zee was echt wel misschien op zijn ruigst. Hele hoge golven, dus je ging best wel heen en weer. Dus ja, voor de tweede keer duiken was dit wel echt een hele opgave. Dus ik vond het heel erg spannend. Uiteindelijk wel heel erg genoten. Het enige wat wel echt super vervelend is, is dat je kan dus soort van brandwondenachtig iets. Het zijn brandnetels, maar dan veel heftiger. En dat heet dan brandkoraal, als ik het goed heb. En je had van die hoepels en dan zag je ons ook doorheen zwemmen. En dat was super gaaf. Maar blijkbaar zat op een van die ringen brandkoraal. En Myron die zat met iets van een clipje van haar gear of zo, zat Myron vast. En dan kon ze niet meer uitkomen. Dus toen kwam ze met de arm een paar keer langs dat brandkoraal. En we wisten niet dat dat daar zat. Maar dat zat er dus. En nu heeft Myron daar best wel wat last van. En je gaat ook zien hier bij Myron dat dit is van het brandkoraal. Dus je ziet hier helemaal zo'n plek. En je ziet hier helemaal zo'n plek. Hier ook helemaal. Ja, en op de been hier zie je zo'n plek zitten. En op die been zie je een plek zitten. En op de knie. Dus ja, Myron die kwam wel... huilen. Ja, dus die kwam huilend boven en ik kwam toen op een gegeven moment boven en Myron was aan het huilen en ik dacht, wat is er, wat is er? Ja, brandkoraal. Ik zei, what the fuck? En toen liet ze dat zien en ja, super sneu, helemaal kut. Dus ik moet wel zeggen, het is wel een beetje gek dat als je van die ringen hebt waar je dan doorheen kan duiken en als er dan verteld wordt van, je kan door die ringen heen duiken, dat er dan brandkoraal aan zit. Ja, misschien moet het dan weggehaald worden of zo, want ik bedoel, ja, best wel wat uitslag en... Ja, het doet gewoon pijn, tot blijkbaar aan huilen toe. En Noël die zei... Ik was ook wel een beetje schrik, want ik zat letterlijk vast in die ring. Dus ik zat echt mezelf zo los te trekken. En tegelijkertijd, weet je hoe het voelde? Serieus? Alsof die ring zo roestig was, dat ik mezelf de hele tijd sneed aan die ring. Dus dat er allemaal van die roestige punten zaten. En ik trok mezelf zo los. En het leek serieus alsof ik mezelf de hele tijd gewoon sneed. Dus daardoor raakte ik een beetje in paniek. Dus toen was ik rustig en toen dacht ik echt, het doet nog steeds pijn. Dus ik keek zo. Toen zag ik hem helemaal zo rood. Toen dacht ik, ik ben er klaar mee. Toen ging ik omhoog. Het brandt zo de hele tijd. Ja, het ziet er ook niet prettig uit. Het ziet er precies zo. Het zijn echt brandnetelgevoel. Brandnetels, maar dan brandkoraal. Maar moet je kijken, het lijkt alsof het wat heftig wordt. Het doet veel meer pijn dan brandnetel. Ja, Noël die zei ook al een keertje. Ik heb het ook een keertje gehad en ik moest ook helemaal huilen en zo zei Noël. Dus blijkbaar doet het echt heel erg veel pijn. Dat was wel een beetje minder, dus ja. Goed, we hadden allemaal... Wat heb jij nou weer? Rustig aan. Ja, we hadden allemaal eigenlijk wel net ietsjes meer van verwacht. De verwachting lag bij ons allemaal wel wat hoger. Misschien was dat ook niet heel erg slim. Maar alsnog, we hebben gedoken. Het was uiteindelijk toch echt wel leuk. Het blijft magisch, het blijft bijzonder. Maar ja, dat brandkoraal was eventjes jammer. Goed, we zijn zo dom geweest trouwens om geen handdoek mee te nemen, dus goed, staan we dan in de speedo even opdrogen. Maar goed, dat was het duikavontuur en het zonnetje begint nu te schijnen, dus laten we even lekker opdrogen. Het zonnetje is nu weer aan het schijnen, maar we kwamen dus zo net mensen tegen, die wilden even op de foto, een fotootje gemaakt en die zeiden, ja, het is wel een beetje minder weer hè vandaag. Ik zei, ja klopt, het waait een beetje hard zo. Ja, het was zo net aan het regenen ook. Regen? Maar blijkbaar in die tijd dat we aan het duiken waren heeft het ook geregend. Niks van meegekregen. Maar goed, het zonnetje schijnt weer lekker. En dat is denk ik wel zo op Curaçao. Het zal nooit heel erg lang regenen. Want we zijn een keertje wakker geworden, weet je nog? Met regen om 5:30 in de ochtend of zo. En dat was echt 5 of 10 minuten lang keiharde regen. En dan een uurtje later ga je naar buiten en is alles weer kurkdroog. Dus dat is echt wel heel bijzonder om mee te maken eigenlijk. We zijn even lekker wat ranje aan het drinken. Ik ben eventjes hier chocopasta potje aan het opentrekken. Dus de duo panotti met even een lekkere rijstwafel. Weet je wat trouwens nog meer een duo panotti is? Daar ben ik net achter gekomen. Ik stond hier zo even lekker beschuitje, rijstwafeltje te smeren. Noël komt zo binnen, denk ik zo. Hij is echt bruin al, hè? Oh, maar echt bruin. Ik keek zo naar mezelf. Dacht, oh, wat erg. Oh, dat is echt erg. Oh, wat erg, je ziet het ook. Oh, ja, zo heel erg. Stel voor, Myron kwam zo boven water. Met die brandkral, die laat het zo zien. En jij zo reageert zo. Oh, wat erg. Helemaal onder hier bij die armen. Oh. Nee, oké. Wil jij mij eens filmen met Noël? Want dit is echt erg. Oh, erg. Kijk dan. Oh. Zo. Wow. Echt niet normaal, man. Oh. Dat is toch ziek? Dat is toch niet normaal? Draai ze om allebei even die rugjes. Zo, lekker man. Ja, het is wel... het is een verschil. Ja, ziek hè. Dus ja, ik moet misschien toch maar vaak mijn shirt uittrekken. Ja. Ja, het is wel een perfecte outfit. Ja. Je kan wel gewoon echt alles goed verkleuren. Ja, als je nu gaat liggen. Ja, maar je ziet het, kijk, mijn armen worden gewoon een beetje bruin, maar de rest blijft gewoon. Ja. Ik denk, armen wordt hij nog wel bruiner. Ja, dat zijn zulke bruine armen. Ja, dat zijn alleen maar armen. Maar ja, dan komt, ik moet gewoon bij alles in de zon. Maar dat vind ik moeilijk, want ik verbrand gewoon snel. Maar ja, je moet ergens beginnen. Ja. Maar goed, ik ga weer even een rijstwafel even smeren. Lekker man. Ik vind het trouwens wel echt super sneu voor mij. Ja. We hebben net nog foto's gemaakt hier, maar het is echt wel erg, hè? Oh, grote erg plek, ja. Het is... maar die ligt nu eventjes daar buiten, maar ik vind het wel echt super sneu. Ja, dus ik kom echt helemaal huilend boven, een beetje in paniek. Ja. Ja, helemaal hier zo op de benen, de knieën. Dat is niet fijn, hè? Dat is wel echt super sneu, dus ja, dat vind ik echt niet chill voor Myron. Dus ik ga straks maar even een leuk presentje kopen voor haar in Willemstad. Dus dan moeten jullie haar straks even afleiden en meenemen. Ja, want Myron heeft het elke keer over een ring. Ze wil zo graag een nieuwe ring hebben. Klopt. Ja, en daar heeft ze moeite mee en ik weet haar ringmaat. Oeh, nee, kut, dat weet ik niet. Ik weet haar ringmaat. Kunnen jullie daar misschien achterkomen? Ja, oh ja, ik weet wat ik het zeggen. Janneke heeft echt super kleine ringmaat, dat is echt niet normaal. Ze heeft echt iets van 32, zo. Ik heb geen idee. Oh, dat is koud. En dan zegt zij, hè? Oh, wat moet... Wat zeg? Oh ja, ik moet juist groot zeggen. Zegt zij 32? Nee. Ik heb... Oh. Ik zo, oh nee, dan kan dat echt niet. Dat is goed, hè? Nee, weet je wat je moet zeggen? Je moet iets zeggen van 10 of zo. Want je hebt ringmaat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Dat is volgens mij een beetje de ringmaat. 32 is niet. Geen idee, ik dacht aan broeken. Huh? Broeken hebben soms wel maat 32. Ja, daar heb ik. Ja. 31. Misschien was dat de verwarring. Je bent mijn broekenmaat. Ja, broekmaat. Oeh. Oh. Huh? Oeh. Je hebt broekmaat? Ringmaat? Je hebt mijn broekmaat. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Neem maar even serieus. Als je dat wil fixen, ja, dan ga ik fixen. Serieus. Hey, wow, Janneke die heeft echt ringmaat 9. Kan dat? Ja, tuurlijk kan dat. Ik heb 11. En dan... ah, oh, 11. Ja. Oké, is goed. Dat gaan we doen. Ja, is goed. En wat was jouw rol in dit verhaal? Ik sta ernaast. Misschien kan je zeggen van, als het niet helemaal lukt, dan moet jij zeggen, wat heb jij dan? Juist, ja, want anders dan... Ja, want anders dan vraagt Thijs alles. Maar als jij dan meehelpt, want stel voor stelt niet uit hetzelfde, dan ben jij de backup plan. Oh, dan hebben we hem sowieso te pakken. Kom op, boys. Hey. En dan moeten jullie mij appen, of zo. Ik een ringetje voor mijn zus kopen. Ja. Welke ringmaat zou zij hebben, denk je? Ja, want volgens mij heeft zij dezelfde mooie handen als jij, zoiets. Vingers. Vingers, ja. Mannen, wij kunnen dit doen met z'n allen. Hey, ja, man. Ringen, ja. Oké. We zijn bijna klaar om te gaan. Thijs en Noël die zijn alleen nog eventjes aan het omkleden. Ik ga jullie even meenemen. Laten we even kijken of we Noël kunnen laten schrikken. Ik denk dat het wel vrij makkelijk is. Kom maar mee. Oh, hey maatje. Ja. Sst. Oké, we gaan terug naar Noël. Shit. Zo, wat zo. Wow. Hey jongens, daar gaat hij dan. Asera! A few moments later. Oeh, dat komt echt fout aflopen. Hij gleed gewoon uit. Gaat-ie? Zo, ik ruik hem. Hij gleed uit onder water. Gladde voer. Holy shit. Oh mijn god. Mooi. Hey, meteen wakker en schoon. Zo is het lekker te super. Zo, het duurde wel lang en het stonk daar al, jongen. Ja, ik ruik het hier nu helemaal. Chillen. Holy shit. Ik ben zo vaas. Ja, echt veel water hoor, schat. Dat had ook iets minder gekund. Ja, had al een beetje minder gekund. Dat had ook een glaasje kunnen zijn. De volgende keer even rekening mee houden. Een glaasje water en dan vloeien snel die. Oké, we pakken spullen en dan gaan we. Even lang genoeg geduurd met Noël, met boeken. Hey, jij moet ook even je Curaçao shirtje aandoen. Curaçao shirt? Ja, is goed. Was droomvliegen mooi? Ja, dat was fantastisch. Jullie deden dat gesprekken. Ja, droomvliegen en zo is droomvliegen. Ja, geen idee, maar dan heeft Noël geen vermoeden als hij hete stemmen hoort. Als iedereen stil is, dan weet hij al genoeg. Ja, klopt, dat is wel zo. Ja. Enzo was wel verdacht stil. Ja, maar hij was droomvliegen. Maar oh, als ik die camera verder op had gezet, hadden jullie gezien hoe die onderuit viel. Maar ja, dat stond nu niet op beeld. Het gaat wel goed, toch? Ja, ja. Staat er niet op beeld? Nee, ja. Halve nek gebroken. Dat je viel niet, nee. Oké, dames en heren, we hebben het even teruggekeken en we hebben met z'n allen gelachen. Maar het had wel echt fout kunnen aflopen. Dus de volgende keer moet ik echt even rekening houden dat ik gewoon Noël moet laten schrikken met gewoon... Dat is meestal al genoeg. Maar jullie zagen het. Ik kwam op het idee omdat ik daar ging staan en ik liet hem bijna eraf vallen van het hele blad. Dus toen dacht ik, wow, vaas, water. Ik dacht, oh, dat is een goeie. Maar het was te veel water. Dus de volgende keer een klein glaasje water of gewoon, of dat. Wow, wat de timing. En dan is het ook al genoeg voor Noël. Dus nou, ik ben blij dat er niks aan de hand is. En laten we gewoon verder gaan. Want poef. Oei, oei, oei. Gelukkig gaan Noël er zelf om lachen. Myron die heeft vanochtend deze eventjes in de was gedaan. En die zijn er nu uitgekomen. Met een iets minder felle kleur, maar alsnog super gaaf. Want er zit zoveel verf op deze shirtjes. Die zijn zeg maar nog nooit gewassen. Dus als je ooit op Curaçao zo'n typisch toeristen shirtje koopt, dan zou ik zeggen was hem eerst even. Want als je deze in één keer aandoet, dan krijg je dus echt je hele lichaam onder de verfvlekken. Althans, als je je hebt ingesmeerd en je begint een beetje te zweten en je hebt zo'n shirt aan, dan gaat door dat zweet en dat insmeren gaat die hele kleur op je lichaam zitten. En we hebben echt heel veel moeten scrubben om die kleurstoffen eruit te krijgen. Dus even een gratis tip. Snel, 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 snel. Easy. Easy. Wow. Nou, dit is wel echt een ziek systeem hoor. Gewoon één druk op de knop. En gewoon alles gaat hier op slot. Dat is zo fijn. Dat is wel echt heel nice. Zo fijn. Dat is zo fijn. Zo fijn. What the fuck. Kijk, het wordt nu wel echt een beetje minder hier. Ja, dat is wel prettig om te zien. Want eerst was er helemaal zo'n vlek eromheen en nu is alleen dit nog. En bij mijn knie ook nog een beetje. Nou ja, het wordt wel inderdaad een stuk minder. En deze is wel het heftigst. Maar ook die wordt al een beetje minder. Jawel hè? Ja, dus dat is wel fijn om te zien. Oh, nou, we gaan je even lekker trakteren op een hele goede smoothie bowl. Smoothie bowl van gisteren. Smoothie bowl? Smoothie bowl. Smoothie bowl. De smoothiebol van gisteren vond ik zo lekker en dat tentje was ook gezellig, dus laten we daar gewoon weer heen gaan. Ja. Maar er zijn wel mensen die dan, als ze iets fijn vinden, dat we daar gewoon nog een keer heen gaan. Ja, ik stelde ook voor, hey, Thijs, vind je dat ook? Mooi shirt. Hey, ja. Ik wil eigenlijk naar dat winkeltje weer met... ja, dan kunnen we even kijken. Die ingang en dan zo... Ja, dat was echt mooi. Oké, we gaan dus even met de auto weer naar datzelfde tentje van gisteren. Want inderdaad, ik stelde voor van, hé, zullen we weer zo'n lekker koffietje halen? Iedereen zei, oh, zullen we naar die tent van gisteren? Dus dat is gewoon een goeie. Die eet iets van bliss of zo. Ja, zonnebrand, want ik ben serieus verbrand, hè? Oh, ja. Oh. Kijk dan, dat wetsuit staat gewoon in mij. Oh, inderdaad. Oh, erg. Oh, erg. Oh, gaat-ie? Oh nee, jouw gezicht is ook heel rood. Nee, dat meen je niet. Ja, precies zo, dit stukje. Oh, dat is echt naar. Dus we moeten even zonnebrand meenemen. Oh, die lag achter in de auto. Dat is chill, hè? Dat ja, tasje. Ja, ik ben wel die verbrand inderdaad. In de auto, volgens mij. Ja, we moeten wel echt even goed smeren weer. Zo kan je smeren. Het smeerweer. Jij bent echt mijn broodverlijf, weet je dat? Weet je wat jij bent voor mij? Nou. Ook broodverlijf. En weet je waarom? Nou. Ben je mijn brood met, man? Yes, for life. For life. Forever. Mashallah. Dames en heren, de verleiding is groot. We zijn in de winkel. We hebben hier eventjes weer factor 50, factor 30. Want we sprayen onszelf zo goed in dat het er doorheen vliegt. Ja. Maar nu is het wel verleidelijk, want nu komen we langs de bakbananen. Oh, je hebt weer te kriebelen. Oh, moeten we die tweede video opnemen voor de bakbananen? Dat is de vraag. Ook al staat de eerste nog niet online, maar die komt nog, die komt nog. Kijk, hier heb je ze, dames en heren. De bakbananen. Kijk. De bakbananen. 3,69. Oh, wat fijn ook. 69. Heel fijn. Ja, dat is wel verleidelijk, maar ik denk even een andere keertje halen. Dit ziet er wel echt goed uit, man. Ja, hoe zwarter, hoe beter, zei het. Ja. Nederlands zijn er echt. Mooi, joh. Deze is echt nice. Ja, die is eigenlijk te mooi om te laten liggen. Maar ja, we kunnen hem niet in de auto laten liggen, denk ik. Want dan bakt hij aan, snap je? Bro, ik deed het ook altijd. Ik dacht dat ik de enige was die dit altijd deed. Natuurlijk niet. Oh, nou gaat hij wel eens. Maar besef hoe goed dat staat bij je shirt. Ja, dat is echt ziek. Je komt dan uit zo'n supermarkt en dan slaat die hitte weer in als een bom. Dat is niet normaal. Maar, we hebben even een cadeautje gehaald voor Noël. Even een cadeautje voor je meegenomen. Om even sorry te zeggen voor die val. We hebben voor jou leuke waterpistols gekocht. Hey. Alsjeblieft, maatje. Dus als je me wilt terugpakken, dan vul je met water en dan spuit je me nat, ja? Nee, iedereen krijgt er eentje van mij. Ga maar zitten. Oké, goed. Doeg! Komt daar, Kubo? Oh, ik dacht dat ik een gek van jou. Oh, echt? Ja, ik dacht dat je vlog. Komt daar, Kubo? Wat? Kubo? Ja, hoppie bong. Ja, ik heb twee woordjes geleerd. Dat is het. Praat je papi mens. Twee woordjes. Wow, 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 wow. Dat was weer zo mooi. Oh, dat was weer zo'n goede ervaring. Dat was weer zo leuk. Dat was een meisje van de supermarkt. En ik herkende haar. En daar schrok ze een beetje van. Want ze dacht, huh? Maar weet je nog toen we naar de supermarkt gingen 2 dagen geleden? Ja. Zag ik zo'n meisje staan bij de brood. Ja. Ja, en die was wel aan het lachen. En ik lag zo terug. Alleen toen was het zenuwachtig om een foto te vragen. Echt? Dus nu vroeg ze foto's. Ze zei, ja, kijk je al zo lang. Mijn zusje ook. Ik zeg elke keer tegen mijn zusje, kijk Enzo Knol, kijk Enzo Knol. En toen zag ik op je Insta dat je 13 uur in het vliegtuig had gezeten. En toen dacht ik, oh, misschien van Nederland is dat wel naar Curaçao. Wow, echt? Dus nu stonden ze hier tegen en ze zei, wow, dat is zo nice. Dat is echt leuk. En weet je wat echt grappig was? Is dat ik dus dat Conta Kubo zei van alles goed. Ja. En toen daarna zei ze, ja goed en met jou. Toen zei ik, ja gaat heel goed. En zei ze, praat je papi mensen? Dus ik zei, nee, alleen die 2 woorden. Wow, dat is wel zo goed. Mooi. Ja, dat is echt geniaal. Blijkbaar is mijn uitspraak wel een beetje oké dus. Ja. Dus dat is wel leuk. Oké, dat is heel leuk. Ja, zo mooi. Ja, en de verleiding was groot om bakbananen mee te nemen, maar dat doen we waarschijnlijk een andere keer. Oké, knal die airco weer eventjes op 4. Let's go. Wow, even een ochtendje duiken. Kijk wat er gebeurt met je arm. Okay. Zo, dat is wel echt een hele sicke lijn hoor. Is dit een nieuwe merch, 50-50? Ja, nu ook. Ik ben eens wielrennen. Oh, doe de krab. Doe ervoor. Ja. Goed, zelfs Noël heeft gewoon die lijn. Ja, en mijn neus is dus blijkbaar echt kapot rood. Nee, dit ook. Oh, ik heb ook de lijn wel een beetje. Oh ja, en nog een klein dingetje. Ze hebben 3 blenders en alle 3 de blenders zijn kapot. Dus we kunnen geen smoothie bowl of iets van een bol of wat dan ook. Dat is wel echt pech hebben hoor. Heb je 3 smoothie blenders en dan alle 3 kapot. Dus dat is even jammer, maar we gaan lekker genieten. Let maar op. Hoppakee. Kijk, oh, ik moest in één keer denken aan Woppa Gangnam Style. We hebben lekkere kipjes hier zo, op het broodje. Lekkere panini, lekker stokbroodje. Deze heet gewoon dekkers, hè? Gewoon Noël dubbeldekkers. Lekkere tosti dubbeldekker. Daar is een pistooltje mee. Straks even een glaasje water vragen. Nou, zitten we dus weer. Geen smoothiebol, maar wel iets anders lekkers. We zijn terug in Willemstad, in het centrum. En we gaan even kijken of hier in het winkelstraatje nog wat winkeltjes open zijn om eventueel nog wat souvenirs te halen. En de ring voor Myron. Oh, hè, wat? We vinden deze winkel er wel leuk uit. Uptown girl. Na 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 na. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Hey, dat kan allemaal. Oké, let's go, let's go. Hallo. Toevallig heb jij deze ook mee op vakantie. Maar niet deze, of wel? Deze zijn wel echt hard. Deze zijn wel vet zo, met de bruine en zo. Ook een beetje mat op zitten. Zo'n alien schoen, hè? Bro, ze hebben hier wel gekke dingen. Ja. We hadden het er vandaag nog over. Waar kijk ik naar? SpongeBob. SpongeBob. Ja, duiken. Hey Patrick. En die alleen SpongeBob in de gang. Very old parent, dikke chain. Ja, dit is toch geniaal? Deze nog, waarvan is dat ook alweer? Rugrats. Ja, Rugrats. Oh, dat is geniaal. Dit is wel echt een keiharde tas. Ik vond dit ook altijd zo leuk. Echt keiharde tas. Oh mijn god, Arnold. Kijk, dat is Arnold. Nee, dat weet je niet. Oh, dit is echt fijn. Geniaal die tas. Echt nice. Nee, was je even aan het kijken? Ga je naar binnen? Oh, is dit het los? Oh, dat is een geheim plekje. Oei, joh. Holy shit, ik vind een geheime ingang. Oh, wat erg. Oh, wat erg? Dat heb jij nou kapot gemaakt. Dan moet je wel even binnen zijn, denk ik. Dat ga je niet doen. Dat heb je gewoon in staan. Nee, ik heb hem netjes teruggezet. Het is echt een graf om een baksteen uit de meer en doet helemaal niks. Myron, je zonnebril. Myron. A few moments later. Goed, Myron die komt naar buiten. Zo. En wat heb jij? Een mooie nieuwe ring, deze. Plan is gewerkt. Thank you, thank you. Hey, thank you, thank you. Weet je wat het is? Myron die wilde al afrekenen, die zei meteen, ja ik wil die. Heeft ze gepast, wilde afrekenen. Ik sprong er net tussen, heb hem afgerekend, je hebt een cadeau. Hopelijk ben je daardoor eventjes afgeleid van de brandwonden die je hebt. Ja, dus want dat was het plan, hè? Hoe kan dat? Nu nog steeds. Ja, ik zie het inderdaad, ja. Echt want ik had afgesproken met de boys dat ik jou wil trakteren op een cadeautje hier in Willemstad. Oh, omdat we het zo sneu voor je vonden, dacht ik van ja, wil ik je graag even trakteren. Oh, dat is lief. Maar jij was zo vastberaden om deze ring al te halen daar, dat ik dacht, ik kan niet zeggen, zullen we straks teruggaan? Want je wilde hem al meteen om alles. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dan reken ik in ieder geval af voor je. Dus het is geen verrassing, want ik wilde eigenlijk zelf eentje uitzoeken voor jou. Ja, ik wel. Maar nu heb je in ieder geval één die je graag ook heel erg... Deze wil ik heel graag hebben, ja. Dus dit was eigenlijk de enige waarvan ik meteen dacht, ja, die is mooi. En er waren ook andere met helemaal van die uitsteeksels, maar ik blijf daarmee altijd hangen in mijn eigen haar. Dus ik dacht, deze is klein, maar fijn. Ja, hij is heel mooi. Ja. En hij matcht bij je bril. Thijs, jij wilde toch zo'n bril die ik ook op heb? Nee, heb je niet. Wow. Hij heeft alleen die onderkant niet, zeg maar. Je voelt hem niet, hè? Nee, net niet, net niet. Soldier Boy, tell him. Soldier Boy, come and watch me whip. Oh nee, dat is hem niet, hè? Nee, dat is hem niet, nee. Now I'm you. Now I'm you. Gaat er niemand anders vragen? Noël. Noël. Now watch me whip. Noël. Oh nee, dat is verkeerd. Dat is ook de verkeerde. Hij zit hem niet helemaal recht. We gaan eens even kijken, we gaan eens even kijken. Oh hey, oh hey. Oh, dit is raar dan als je hem zo doet. Zo, dit is echt niet meer vijf. Hij staat bij jou goed hoor, maar ik kom net pas toe. Ik ben echt vrij. Ja, zo mooi, joh. Oh, dit is wel echt geniaal. Ja, dit is wel vet, ja. Check Myron dan. Deze pas ik ook wel. Ja? Is dat nice? Ja, dat is echt top. Ja, we zijn even aan het kijken voor duikbrillen. Ja, we gaan even snorkelsetje halen omdat we morgen naar Klein Curaçao gaan. Deze is het ideaal voor Klein Curaçao. Want daar kijk ik de schelpaden zo en de natuur is benieuwd. Nice, dat is echt perfect. We kunnen met die ook gewoon afwisselen. Ja, dat kunnen we ook doen. Gaan we regelen. Gaan we regelen. Blijkbaar, omdat ik zo'n grote aankoop heb gedaan hier. Hey, I love Curaçao bandje. Zo leuk. Perfect. Dat is fijn, hè? Ja, die kan niet beter. I love Curaçao. Wauw. Ik heb voor 260 gulden ook wat gekocht hier. 260 gulden? Ja, zijn back op die gulden. Je weet hoe we rocken. 260 gulden. Maar dat komt door die snor. Kijk dan. Ja, dat is een leuk souvenirshopje dit. Komt door die twee maskers voor duiken. Die waren $50 per stuk. En ik heb nog wat t-shirtjes en Myron die heeft nog iets. Dus kom je al snel 261 gulden. En dan krijg je een gratis bandje. Wow, bro is herboren. Heb je ook een nieuw bril? Bril, pet, maar let op. I live to fish, fish to live. Fantastisch, bro. Goed, hè? Dat is zo mooi. Ja, lijkt echt zo'n visser nu. Ja, maar zo voel ik me ook. Ja, ik vis nooit zelf, maar ik wil mijn vibe. Ik ben heel tevreden. En heb je een tasje bij? Ze hoeft eigenlijk niet, want ik wil vissen. Zelfs dat tasje is nice. Ja, die kan ik ook nog halen. Een engel. Die tas ziet er ook nice uit, hoor. Perfect, hè? Nice ding. Ik kan het beter, toch? Oh, wow. Hoe voel ik me herboren, hè? Je ziet er goed uit, bro. Dankjewel. Quincy! Quincy, my man! Alles goed, man. Ik kom een hele vet over. Ja? Ophalen. Alles goed? Lekker. Ja? Nice, goed je te zien. Hoi. Enzo. Hi. Hoi. Hoi. Wel even voorstellen, hè, jongens. Kom op. Benny doen of Thijs? Ja, ik zal Benny doen. Benny is mijn naam trouwens, geen Thijs. Oké. Jongetje. Jongetje. En overlopen je een baardje als het kan. Helemaal goed. Klein probleem. Ik zie wel een paar van die haartjes uitkomen hier zo. Dit is de place to be. Dus ja. En ik heb mijn snorretje nog steeds, hè? Ja? We gaan het zo meteen regelen op dit. Ja, even bijwerken. Even bijwerken, ja. Ja, we hebben glad maken. Eten bij Zanzibar. Dus. Alles glad, behalve de snorretje. Maar niet. Ja. Een paar biertjes nemen, wil je een biertje? Oh, heb je dat? Doe maar Quincy. Wow. Met de surf. Hey, ik moet even iets zeggen, man. Trooi kapper in Nederland. Ik krijg nooit bier. Ik heb jullie iets geleerd, hè? Dat kan je nu tegen Quincy zeggen. Maar wel, help me even. Weet jij het nog? Het waren 3 woorden. Weet jij het nog? Even luisteren die spraakopname. Conta Kubo. Amidabon. En als ze dan vragen in het papje mensen, ja, hoe gaat het met jou, dan zeg jij? Ja. Bon. Nee, hoppiebon. Hoppiebon, ja. Hoppiebon, zeg je heel goed. Ja. Ik knip en hoppiebon. Ja, we doen ons best. Oh, super fijn. Ja, dankjewel. Zal ik deze aan Thijs geven? Ja, dat is serieus, jongens. Wow. Ik moet bijna mezelf super, nijden. Dankjewel. Kleine pro's, kleine pro. Oh. Ja, op fresh kapsel van Quincy Magic. Woe, Thijs, zie. Bijna ben huilen van geluk. Huilen van geluk. Heb je ooit iemand geknipt of zijn baard gedaan dat hij achteraf zat te huilen van zo blij? Want het kan misschien gaan gebeuren, ja. Het gaat misschien gebeuren zo. Ja, oké, maar gaan we het niet. Zo, oh, hij ligt hier ook lekker. Oh, zo fijn. Oh. Wie maakt mij iets? Niemand. Weet je wat zo mooi is? Thijs die heeft zo vaak gezegd, hier op dit eiland. Jongens, wat is het leven hier mooi? Wie maakt ons wat? Wie dan? Niemand, toch? Niemand. Zo'n genieter, hè, die Thijs. Zo mooi. Oh, echt fijn. Weet je wat mooi is? Thijs die zei ook van ja, dan krijg je zo'n handdoekje dat je alleen zo dat neusje ziet. Je ziet alleen zo dat neusje. Zo fijn. Tik eens op mijn neus. Er is Nori, baby en Trophy. Willen krullenbollen als Katja. In de club met groep nieuwe Katja. Ze wil chillen met me op Oslo. Lil mama is een badass bang en ze zak voor de gang. En mijn niggas zeggen oké, sorry, doe. Ik weet zeker als Thijs dan een keer thuis is dat hij dan deze video gaat terugkijken. Ja. Ik weet precies hoe Thijs is. Best zo aan het genieten, dat wil je weten. Zo! Hij doet heel strak, hè? Zo, ik denk echt niet dat hij ooit zo strak is geweest. Maak je niet druk, gaat goed hier. Maak je niet druk, gaat goed hier. Alles is oké, oké hier. Alles is oké, oké hier. Maak je niet druk, gaat goed hier. Maak je niet druk, gaat goed hier. Alles is oké, oké hier. Alles is oké, oké hier. Poker dit, poker dat. Jij maakt het druk hoe het gaat. Met mij gaat alles goed. Met jou gaat alles. Lekker bro. De Quincy Magic. Yes. De man, ik moet hem bedanken. Maar dankjewel man. Heel blij mee. Heel vers. Heel blij. Hij is heel vers, wat kan ik zeggen. Niks aan toe te voegen toch? Resultaat spreekt. Op naar Zanzibar! Komt-ie dan Thijs? Oh, alleen bij Quincy. Alleen bij Quincy short. Komt-ie. Oké, deze is voor Quincy. Quincy, deze is voor jou. Cheers! Ja? Zelf natuurlijk lekker. Oh, dat is eigenlijk lekker. Oei, oei, oei. Serieus, wie kan dit zeggen bij de kap? En hebben jullie ooit een shotje gehad bij de kap? Nee, is een biertje. Hooggouds krijg je een glaasje water, maar dat blijft erbij hoor. Quincy's legend. Dit is wel echt de geschiedenisboek. Ja, ja, dit is wel echt fijn hoor. Dit is wel echt fijn. En alles gewoon spontaan hè. Gewoon... En eigenlijk was jullie idee, we liepen hier langs, we gingen ontbijten en eigenlijk moet je hier naar de kapper en zo. Ja. We kwamen hier binnen en het was gewoon aan. Gelijk gefixt. Gelijk. Snorretje, wordt nu ook weer gedaan zo meteen. Even nu al die bakker kijken. Zo. Zo. Oh, heerlijk. Nee bro, je bent aan het genieten hè. Zeker. Ik zie je. Zo verder mensen, nu snap je mijn vibe hè, waarom het zo stil was. Ik snap het volledig. Maar je bent gewoon zo aan het genieten, vooral die stoom zo lekker op je gezicht. Ja, je bent op een of andere manier gewoon een beetje afgezonderd in één keer. Echt fijn hè. Terug op de wereld weer. Zo, kijk dat snorretje ook hè. Zo. Mooi, mooi. Wow, de laatste keer. Wow, dit is gek hè. Ja, als je daar niet gewend bent. Wow, de laatste keer dat ik zo glad was. Wow, ik zweer het, dat was langer dan 5 jaar geleden. Damn. Ja, wow, wow, nu je het ook zegt. Ik ben nooit zo glad geschoren, kijk dan. Ja man, nu ik ook zo kijk denk ik, ja man, die heb ik echt lang niet gezien bij jou. Ik kan me geen eens herinneren, misschien is het wel langer dan 5 jaar geleden. Zo fijn, en dan alleen dat snorretje zo. Ja, ik weet ook niet waarom, maar dat is gewoon de vibe. Dat is de vibe. Doe eens aan mijn pose, zo smooth kijken. Eens op die lip bijten. Ja man, dit zijn de shots. Mr. Smoothboy in de chair. Verser kan je gewoon niet gaan uit eten, besef. Wij gaan er meteen over eten. Ja, 100%. Nou, voor iedereen die het nu nog niet snapt, als je op Curaçao bent, moet je die Quincy Magic. The place to be. Quincy Magic. Dat wel gewoon, die komt gewoon op de lijst te staan hoor. Bro, en hoe? Quincy Magic. En hoe? Google zoekresultaten bovenaan. Ja, Google je Quincy Magic, kom je Quincy tegen. Precies. In één keer Google zoekresultaten, in één keer 100.000 keer op Quincy Magic. Echt fijn. Wat was dit? Zo. Wat is dit? Dit is de Quincy Magic. Ja, dit is geen... Oh! Holy shit, Quincy! Een beetje. Oh, een beetje? Wow! En hij is weer wakker. Holy shit! Dat trekken we even een beetje. Oh, het ruikt goed, maar... Wow, dat is altijd even prikken, man. Ik had ook even die vuurkoraal op mijn gezicht. Net als Myron. Zo. Even controleren bij de naak. Eventjes. Wow. Het breekt eventjes, maar nu ruikt het fresh, hè? Wauw, ik ben gewoon herboren. Ik kom gewoon terug naar Nederland, kan een paar woordjes papi mens, ben helemaal fresh, helemaal herboren. Zo fijn. Yes. Ik krijg gewoon zo'n rilling van. Kijk. Work hard, get dough. I can't get no sleep, please make my life more simple. Now's inside these shoes, so I don't sleep. Zo, hé. clean. Jeez. Dankjewel, Quincy. Helemaal goed. Dankjewel. Terecht. Je kon heel tijd gaan. Ja, man. Echt fijn, bro. Myron heeft even een nieuw shirtje meegenomen. Je kon heel de tijd al gaan. Dat is even die haartjes even weg. Het. Dus even een ander shirtje aan. Niet voor mij, nee, snap je wel. Zo. Die switch uit is heel fijn. I see. Yes, sir. Amen. Let's go. Let's go. En nu, dames en heren, zitten we opeens bij Zanzibar. Wauw, ik heb een halve kip. Thijs heeft ook een halve kip. Noël die heeft wat lekkers. Ossehaas. Myron heeft... Curry, wow. Kijk dan. Wat een vibe zie je zo, dames en heren. Ongelooflijk, echt super nice. Ik zei al, wie kan nou rechtstreeks van de kapper meteen naar een plekje gaan en dan lekker uit? Niet normaal. Zo, dames en heren, we zijn weer terug. En na een verbrand dagje, want echt serieus, we zijn zo erg verbrand door de duiken vanochtend, zijn we best wel moe en klaar voor vandaag. Gaan we lekker slapen, morgen weer een nieuwe dag. En morgen wordt heel erg tof, want morgen gaan we naar Klein Curaçao. En dat is iets wat je niet wil missen. Dus het wordt fantastisch. Zorg dat je er morgen bij bent om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor die 3 miljoen abonnees ooit op een dag. Ik check jullie heel graag morgen dus. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.